Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes. We gaan vormgeven draait erom dat je met tekst en beeld je boodschap overbrengt. To lose the inhibition, follow your intuition. Free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out. Het leuke aan het Grafisch Lyceum vind ik dat het, zeg maar, dat het een kleine school is. Je bent geen nummer, iedereen kent elkaar ook wel. Get stomping, get it started, come on. Get it started, yeah. Get it started. Je kent de leraar alleen bij voornaam. Ja, hij heeft gewoon een lekker sfeertje. Jullie hoeven niet hele knappe tekenaars te zijn. Nee, gewoon hele eenvoudige vormpjes. En daarmee ga je een compositie maken. Ik volg de opleiding Media Management. De opleiding houdt in, zeg maar, dat je eigenlijk de spin in het web bent van het hele grafische productieproces. Dus je bent nauw betrokken bij de nabewerking. Je bent degene die de gesprekken voert met de klanten. Je bent degene die de medewerkers in het bedrijf aanstuurt. Ik doe de opleiding animatie en audiovisuele vormgeving. En daar staat beeld en beweging centraal. En dat kan dan door middel van 3D en videoopnames. Bij beeld en beweging daar ga je echt beelden bewerken, video's bewerken, audio eronder leggen. Je houdt je bezig met voornamelijk websites. Heel belangrijk is daarbij de layout, de vormgeving. Een website moet heel sprekend uitzien. Zonder een technische kant is er eigenlijk geen website ook. Scripting komt er heel veel bij kijken. Websites kunnen gemaakt worden in onder andere Flash. Daarbij gebruik je ActionScript om dingen in beweging te brengen, menu's aan te passen, links erin te zetten. Dit is ons sleutellokaal. Hier zetten wij PC's in elkaar, hier bouwen we netwerken. Ja, het leuke van hardware vind ik dat het bijvoorbeeld elke jaar wordt, elke CPU of elke PC wordt 4 keer zo klein. En elk jaar. Dus er komen steeds meer nieuwe dingen uit, steeds meer technologieën, steeds meer mogelijkheden met hardware. Veel mensen verwachten dat we dan games voor de Nintendo, de Xbox, PlayStation 3 gaan ontwerpen. Maar dat is het totaal niet. Want wij leren hier juist om te gaan met educatieve games. Dus spellen zijn bedoeld voor het leerproces te begeleiden. Spellen voor het onderwijs, regering of voor de luchtmacht. Voor bijvoorbeeld een vliegsimulatie. De begeleiding van docenten is erg goed. Omdat je zo ook persoonlijk met elkaar omgaat. Ze staan ook altijd voor je klaar. In het eerste en tweede en ook in het derde jaar dan krijg je nog opdrachten gewoon van school uit. En in het vierde dan worden er ook wel opdrachten van klanten binnengehaald. Ja, die ga je dan ook echt behandelen en het bedrijf kan er dan uitkiezen welke die wil. Als je van school afkomt heb je ook meteen een portfolio, helemaal samengesteld. Die gaat wel goed gestructureerd op het bedrijfsleven. Binnen printmedia het is de grootste uitdaging dat ik begin met een leeg vel. En ik doe dat door de drukpers. En er komt echt mijn eigen product uit, wat een hele grafische uiting is.